Need to see reference of that. Yes, reference that in welke zin alles. Citation. Ja. Ja, nou, we gaan welkom. Wacht. Oh, ik ben het al bij. Ja. We gaan een vooronderstelling eronder doen. Dat is onderdeel van de Zoekende Design. En dat heeft te maken dat we onze binnenwerelden moeten bekijken. Omdat we normaal dat niet doen. Omdat we gewoon denken dat we denken. En dat is klaar. En dan gaan we opereren. En we denken dat we een privé-ik hebben. En dat is allemaal niet waar. Want alles wat we in ons hebben, komt uit de cultuur. Komt uit de jeugd, komt uit je opvoeding, komt uit je opleiding. Dus we moeten eigenlijk de hele tijd onze binnenwereld zien als een opgevouwen stuk textiel, waarin allemaal culturele en filosofische en wetenschappelijke en opvoedkundige gedachten zijn opgeslagen in onszelf. Dus wil je de cultuur kennen, dan kan je eigenlijk heel goed jezelf onderzoeken. En dat wil zeggen je eigen vooronderstellingen onderzoeken. En jezelf onderzoeken kan in een één-op-één, je gaat gewoon autobiografisch te werk. Maar we kunnen ook in een groep met elkaar proberen, wat voor mensen zitten hier, wat voor binnenwerelden zitten hier en welke gedachten... Verslavingen hebben we, want we hebben gedachtenverslavingen. Hè, omdat we denken dat we denken, maar meestal zit het vast aan allemaal dopamine-circuits. Dus die gedachtenverslavingen, die zitten weer gekoppeld aan alles wat je van buiten binnenkijkt. Maar ook wat je hebt meegemaakt als kind van 4, 5, 6. Omdat je als kind van 4, 5, 6 heel gevoelig bent voor welke indruk dan ook, omdat je nog geen bescherming hebt. En die indruk kan meestal heel veel pijn veroorzaken. Of alles kan pijn veroorzaken. En pijn is een sleutel voor onze levende organismen. Want zonder pijnzenuwen had je gewoon allemaal bloed aan je hele lichaam. En allemaal flarde huid overal hangen. Maar juist doordat we pijnzenuwen hebben, kunnen we overleven. Nou, en pijn is weer gekoppeld... De meeste pijn is gekoppeld aan actie en die actie die wordt dan weer beloond met dopamine. He, dus als een diertje pijn al voelt omdat er een roofdier komt, dan rent die en die actie is beloond met heel veel dopamine. Nou, bij de mens is dat niet anders. Hoe groter de pijn in dat kleine kindje, hoe groter de dopamine release die erbij hoort. En dat wil zeggen dat dat kindje, dus, of dat die mens... eigenlijk dagelijks die beleving herhaalt, want dat doet dopamine. Dus als we willen weten, wat stuurt mij nou in mijn hele leven, dan is dat eigenlijk heel belangrijk. Nou, dus dat is best wel ingewikkeld om daarbij te komen. En dat is best wel ingewikkeld om daarbij te komen, omdat we vaak dat negeren, of we zeggen, we hebben een hele goede jeugd en daar is niks mee aan de hand. Hè? En ik ben goed, ik hoef niet in psychotherapie. Maar dit is geen psychotherapie, dit is filosofie, omdat elk kind maakt zijn wereldfilosofie, zijn mensbeeldfilosofie of zijn filosofie over zichzelf. En die doet dat op een hele heftige manier, dus een hele rigoureuze manier. En omdat het zo pijnlijk is, is het A, altijd herhaalt het zich, en B, komen we daar heel moeilijk bij, want dat hebben we verstopt. Dat heeft Freud natuurlijk heel mooi laten zien. Dus om daarbij te komen, hebben we allerlei manieren bedacht. En een van de meest simpele is... Ga nou terug naar een gebeurtenis ergens tussen je vierde, vijfde, zesde. En als je daar niet bij kan komen, dan kan je daarbij komen door oefenen in schrijven. Dus je pakt gewoon een pen en je gaat zeggen, nou, hoe was het zintuigelijk op die kleuterschool? Hoe zag het gebouw eruit? Hoe zag de juf eruit? Mijn vriendjes? Zelfs de kleur van het tapijt? Of hoe zag de woonkamer thuis eruit? Dat soort dingen kan je allemaal gebruiken om tot... die periode te komen, maar je kan ook, als dat heel moeilijk is, elke dag je lichaam trainen om informatie te geven door gewoon een stuk pen, een dagboek te nemen en elke dag een pen in je dagboek en zeggen, ik schrijf 10 minuten op, maakt niet uit wat. En dan gaat dat lichaam informatie geven. En dan ontluik je eigenlijk de informatie die in het lichaam zit. En wij, de Zoekende Design, gaat dus radicaal tegen het idee dat we denkende wezens zijn.
We zijn vooral voelende wezens. En dat is een shift van Descartes naar Spinoza. En Spinoza zegt heel, nog radicaler, eigenlijk is dat lichaam, is eigenlijk vol met intelligence. En Damasio zegt dan, met Spinoza, Damasio is de neurofilosoof, die zegt het lichaam heeft allemaal mindmaps in je hoofd, maar die zijn primair is de gedachte begonnen in je lichaam. En het denken is eigenlijk een idee van het lichaam. Dus we gaan dan van Descartes naar Spinoza. Dus zo kom je door je zintuigelijke verbeelding, waardeer je je lichamelijke intelligence en dan kom je bij die zou kunnen zeggen, de ervaring van de vierjarige. Maar dat is voor sommige mensen heel moeilijk, omdat in onze cultuur je niet voelt. Hè? Dus voelen is niet belangrijk. Dus niemand denkt dat je, dan ga ik nou in mijn hart voelen of in mijn buik of in mijn slokdarm of waar dan ook. Dan ben je gek. Maar dat is juist de nieuwe inzichten dat ons verder kan brengen in de constructie van het pijn. Dat is één manier om bij jeugd te komen. Je kan ook op een andere manier jezelf bekijken. Door te kijken, waarom doe ik dit altijd? Dus wat doe ik altijd? Waarom moet ik altijd met mijn benen tikken? Waarom moet ik altijd lucht op snuiven? Waarom moet ik altijd gelijk krijgen? Waarom hou ik altijd mijn mond? Waarom denk ik altijd dat ik faal? Waarom denk ik dat als iemand me aankijkt dat hij me slecht vindt? Nou, je hebt allerlei dingen. Maar het kan ook hele ingewikkelde theorieën zijn. Maar waarom moet ik altijd zorgen dat ik ruzie krijg met mijn partner en dat weer goed maak? Nou, dan krijg je achter elkaar partners waar je de hele tijd ruzie krijgt en dat weer goed maakt. Maar niemand weet waarom je dat doet. En iedereen zegt, nou, dat is een moeilijk mens. En ook daar, alleen al naar te kijken naar je eigen verslavingen, ontdek je misschien hoe je in elkaar zit. En nogmaals, dit is filosofie, omdat heel veel cultuur zit in ons hoofd. Dus ook hoe wij op school zijn opgevoed. Op school, nou ja, 60% is afgedaan als ga je maar naar het VMBO. Dan zit je eigenlijk al in een soort mindere krachtige eigenwaarde. Want je mag er zijn, maar ja, eigenlijk ben je maar VMBO. Het staat de hele tijd ook op je agenda en op het gebouw. Dus daar is onderwijs heeft ons een heleboel geleerd. Maar ook hoe de leraar met kinderen omgaat. Van nou, je denkt niet goed. Dat zit in onze vooronderstellingen. Maar ook, zou je kunnen zeggen, in de hele manier waarop wij denken zelf. En dus dat we verantwoording belangrijk vinden, dat we meten is weten belangrijk vinden. Dus al die vooronderstellingen zitten opgeslagen in ons. Dus door ieder van ons te onderzoeken, komt hij tot de ontdekking waarom doe ik zo? En ontdekt hij eigenlijk zijn harnas. En je harnas is dus de vermijding van pijn, waardoor je toch kan opereren. Maar het harnas geeft je ook dopamine. Ja, want dat geeft ook weer die pijn. Het is indirect, is dat ook weer een dopamine structuur. Als je heel hard moet werken, dan kan je ook enorm van genieten. Totdat je natuurlijk in een burn-out situatie komt. Maar die harnas-economie, dat proberen we dan te ontwapenen. En dat is eigenlijk een soort doel van die... Van dat inzicht van Socratic Design, van mensen in zichzelf. En als we dus als collectief dit doen, en gemeenteambtenaren hebben een belangrijke rol, omdat ze overheid zijn, dus de overheid straalt bepaalde vooronderstellingen uit. Nou, de overheid straalt de vooronderstelling uit dat mensen wat te wantrouwen zijn, want daar is ze zelf op gebaseerd. Alles is controle, controle, controle. Dus als jij als mens de gemeenschap wil helpen, en de meeste ambtenaren hebben goede bedoelingen, dan moet je eerst in jezelf dat hele structuur ontrafelen van wat is dat eigenlijk die overheid, wat is dat eigenlijk die maatschappij. En misschien kom je wel tot de ontdekking dat menselijkheid de basis is van het goed organiseren van een stad, een dorp of een straat. En als je menselijkheid weer terug wil nemen, dan moet je eerst zelf weer mens worden. En dat is weer een filosofisch thema, want de meeste filosofen... Of een groot aantal filosofen zeggen, we zijn totaal verdwaald geraakt in ons mens zijn. We zijn doelrationele, handelende, productieve entiteiten geworden. Units, human resources. Ja. En we zijn niet meer mensen. Dus als we, en dat heeft nou na 300 jaar heel veel succes gebracht, maar vooral stoommachines en
en benzine, motoren en camps en dan maar op naar geweldig. Maar misschien is dat wel helemaal niet zo geweldig. Dus dan moeten we toch weer terug naar die menselijkheid. Maar de menselijkheid die wij hadden tot nu toe werd vooral bepaald door het mechanistische wereldbeeld. Weten is weten wereldbeeld. Het wereldbeeld van egoïsme. De mens is egoïst en de mens wil bezit hebben. Nou, dat hele gedoe zit in onze hoofden. Dus als wij de burgers willen helpen om ook bij hen het denken te veranderen, moeten we eerst zelf heel goed in onszelf bewust veranderen. En dat is dus nogmaals geen individuele psychotherapie, want niks in ons is gewoon ik. Het is, dat doen we wel alsof, maar het is een misvatting. Alles wat in ons is, is wij. Dus we kunnen ook beter slimmer worden en als wij opereren. En dan komen we los van al die ik-illusies. Hè? Maar we hebben onze hele economie op ik-belangen gebaseerd. En daardoor zitten we in de problemen. En zoals de directeur van publieke waarde zegt, de overheid is nu alleen maar in onderhandeling met één enkele mens. Met één enkele producer, consumer. Dat is een consumer of een klantrelatie. En dat is het einde van de wereld. Want democratie is eigenlijk dat we met elkaar dingen oplossen. Dus, en dat nogmaals doen we door weer af te dalen in, wat was het ook alweer? Menselijkheid. Dus gaan we nu een ronde doen. Vraag bij jezelf, wat is mijn gedachtenverslaving? Daar kan je iets over zeggen. Of, nou, als kind van 4 heb ik dat meegemaakt en daar ga ik iets over vertellen. En het is allemaal voor iedereen invoelbaar, ervaarbaar en lerend. Hè? Dus je leert er ook heel veel van wat is een mens. Dat is het laatste wat ik wil zeggen. Als je jezelf goed onderzoekt, ken uzelf, dat is het motto van Socratic Design. Ken uzelf, dan begrijp je wat een mens is. En de meeste mensen kennen elkaar voor zo'n stukje, maar die moeten wel besluiten over duizenden mensen. Dus dat is al een misgreep. Dus ken uzelf is een soort conditio sine qua non, om te begrijpen wat een mens is en dan goede wetten te maken voor de gemeenschap, zou Aristoteles zeggen. Dus goede wetten voor de polis. Die kan je alleen maken als je zelf weet wie ben ik. En dat weten we even niet, maar wij zijn er hard op weg om dat te doen. Dus dat is een route waarbij je dus ook kan beseffen, in mijn eentje kan ik dus de wereld veranderen. Want als ik in mijn eentje mijn denken verander, dan is de cultuur per definitie veranderd. Dat was hem dan. Ik ga niet lezen, want ik ga lezen.